Yo, kijkers van Vaco Games, Lars hier. Welkom terug bij meer Assassin's Creed nummer 3. Hier in dit heerlijke weekend. We zijn nog steeds bezig met het voltooien van de eerste sequentie. En daarvoor moeten wij helemaal naar voren naar het schip. Want daar staat de kapitein. En de kapitein is belangrijk. En belangrijke mensen, daar ga ik graag naartoe. Dus we gaan de kapitein eens even zoeken. Kapitein! Waar is de kapitein? Helemaal vooraan, zeiden ze net. Oh, daar. Captain! Kapitein, wat gaan we doen, jongen? Zijn we er al bijna? Make ready for our arrival, men. Kijk, we zijn er bijna, I see gelukkig. no land, only this interminable fog. The gulls tell us all we need to know. Juist, dat zei ik toch vorige keer. Ik hoorde meeuwen. Meeuwen, die zitten dicht bij land. Die zitten niet meer op het Atlantisch Oceaan, dat geloof ik niet. Waar gaan we heen? Daarheen. Beklim de voorste mast. Waarom? Waarom moet ik dat doen? Ik vind het veel te hoog. Veel te hoog hier. Zo komen we veel sneller dan via een touw. Voortaan ga ik gewoon via de grote mast. Schiet hem eerst op. Klimmen maar. Nog hoger. Ik heb hoogtevrees. Dan laat je mij in de grootste mast klimmen. Wat een kapitein van niks, joh. En dan staat er ook nog eens optie laten vallen. Ja, dat is echt iets wat ik doe. Ik ga hem hier echt laten vallen. Dat klinkt heel slim. We zijn bijna in Amerika. Ik hoop dat ik Amerika kan zien vanaf hier. Als ik het vanaf hier niet kan zien, dan weet ik het ook niet meer. Dit is het hoogste punt van het schip. Wauw. De nieuwe wereld. Ubisoft presenteert Assassin's Creed nummer 3. Ja, dat wisten we al. We zijn al 5 afleveringen bezig. Maar fijn dat ze me nog een keertje vertellen. Sequentie 1. Reis naar de nieuwe wereld. Ik denk dat die voltooid is. 125 van 175. 175 van 175 zelfs. Volledige synchronisatie. Dat is waar we het voor doen. Voor minder zijn we niet tevreden. Ik wil volledige synchronisatie of anders hoeft het niet. We rennen rond in oneindigheid. Oneindigheid, dat is zo ver. Oneindigheid, dan kan ik lekker blijven rennen. Want ik doe toch niets liever. Wat een stom liedje. Schiet op met oneindigheid. Het is wel gezellig hoor, hier rondrennen. Dan kunnen we ook in één keer de andere kant op. Kijk zo. Wee! Oh, we moesten ook de andere kant op. Gezellig, goed dat ze dat ook vertellen. Ik moet rondrennen, schiet het natuurlijk niet op. Is dit Boston of wat is het? Ik weet nog wel. Ja, zie je wel. Boston, 1754. Ik wist dat we onderweg waren naar Boston. Maar er stond geen plaatsnaambordje bij, dus ik wist niet helemaal zeker. Je ziet niet zoveel plaatsnaambordjes meer op de zee. Hoi oh, Charles. Ook al zo'n supercoole snor. Ik mag deze game steeds meer. Alle mensen hebben hier supercoole snorren. Dat is super vet. Volg Charles Lee. Hé, maar Charles Lee stond op mijn lijstje. Ik heb een lijstje gekregen met 5 mensen die mij konden helpen. Charles Lee stond bovenaan. Ja. Yeah. Forgive me, sir. Ben je een leerling? Mij mag je hoor. Ik zie rode puntjes. Moeten rode puntjes dood? Ja toch? Zijn het de Engelsen? Och mevrouw, u laat uw ding met heerlijke appels. Ha! Hij jat er gewoon een. Nice, ik ga hem niet terughalen ook. Moet je je zooi meneertje klauwen laten vallen, wijfie. Dat ga je krijgen. Gewoon je spullen vasthouden, er is er niks aan de hand. Boston's quite a lively city. Ja, ik zie het. Wat te doen hier. Dat gaan we zeker doen. Ik ben heel benieuwd wat er allemaal te doen is in deze stad. Afgezien van Engelsen neerprikken. Allemaal Engelse vlaggen hier in Amerika. Het is natuurlijk nog in de tijd dat Amerika een kolonie was. Zoek een kruidenier. Gaan we naar de Appie. Waar is de Appie? Albert Heijn. Is hier een kruidenier? Het ziet er niet uit als ik... Nee, jullie weg, stelletje etters. Ik hoef geen kinderen achter me aan op dit moment. Daar is een kruidenier. Het maakt me niet uit of het Albert Heijn is, hoor, trouwens. Het mag ook de C1000 zijn. Of de Dirk van den Broek. I don't freaking care. Zolang ik hem maar met mijn kortingskaart terecht kan. Hij lijkt op Benjamin Franklin, die vent. Daar lijkt hij op. Benjamin Franklin. I was robbed. The old Balkan file.
Hebben ze hier van een dikke pil beroofd? Nou, moet je even naar de dokter, ga je daar een nieuwe halen. This is no ordinary book. It's an almanac. Ah, klinkt interessant, buddy. Benjamin Franklin. Zij het, Benjamin Franklin. Ken je Amerikaanse geschiedenis, jongens? Als je het niet kent, alleen het wel kennen met dit spel. I don't mean to impose, but you seem a spry fellow. Should you happen to find my missing pages? Tuurlijk, ik zal voor jou je pagina's wel zoeken hoor. In plaats van dat je een normaal nieuw boek koopt. If you have the time, hurrah. If not, jij. The thing is useless in its current state anyway. But should you somehow manage to restore it, you'll find me inside that general store over there. Waarom wil die kruidenier dat boek hebben? Ah, hij snapt er ook niet zoveel van. Ach ja. Verzamel de pagina's van de Almanak. 1733, deel 1. 04. Wat is er met 04? Deel 0 van 4. Ik heb er nog geen 1. Ik wil ze hebben. Ik wil alle 4 de pagina's hebben. Kan ik meneer Franklin ook weer blij maken. Koop een zwaard en een pistool. Wow, allebei. Dan kan ik hem en neersteken en tegelijkertijd doodschieten. Dan is hij extra hard dood. Kopen. Ja, ik wil zooi kopen. Normale wapens. Een zwaard. Standaard zwaard suits me. Nieuw voorwerp. Een zwaard. Kan ik mensen mee prikken. Vuurwapens. Vuursteenpistool. Hebben we er nog één? We hebben alleen maar het vuursteenpistool. Ach wat, als het schiet. Zo! Die is een duur. 2000. Holy shit, dan heb ik nog 150 pond over. Dat is niet veel. Dat is net genoeg om een kauwgombal bij te kopen bij deze kruidenier. Volg Lee te paard. Heeft Lee een paard voor mij gefixt dan? Ziet er wel naar uit. Lee heeft een paard gefixt. Hoi Lee. Bestijgen. Ik heb het zwarte paard. Kleurt goed bij mijn jas. Gezellig, gaan we zuipen. Ik heb nog maar 150 pond over, dus ik kan niet iedereen rondjes blijven geven. Dat is zonde van mijn geld. Yo, wijf, even aan de kant. Er moeten belangrijke mensen door. Waarom gaan ze niet gewoon netjes naast elkaar rijden? Het is toch onbeleefd om zo hard te schreeuwen naar elkaar? De Green Dragon, uiteraard. Ah, hij wacht. Oh, toch niet. Jammer. Ik dacht eventjes dat hij ging wachten. Dat hij eindelijk beleefd zou worden. Maar dat is hij niet. Hij rijdt zelfs ook oude dametjes ondersteboven. Nou, als hij het mag, dan mag ik het ook. Yo, mevrouw, aan de kant. Hoppa! Moet je maar niet in de weg gaan lopen, hoor. Waar is die Green Tavern eigenlijk? Hier in de buurt? Normaal gesproken zou ik het even op Google opzoeken, maar dat hebben ze in deze tijd nog niet. Dus dat gaat niet. Zijn we er? Ah, we zijn er. Nou, laat die paard maar hier staan. Paard die regelt zichzelf wel. Welcome in Boston. Nieuw e-mailbericht ontvangen. Wow. Hippe shizzle for the whistle. Ik wist wel dat ik e-mail had hier. Hoi, Mattie. Hey. Nou, zeg. Ik loop ook maar per ongeluk tegen jou aan. Dan gaat hij me lopen douwen. Ik zei eens een keer een kogel in je achterhoofd jagen. Oh nee, dat doe ik toch niet, want je Mattie zijn er ook. Dan zal ik het niet doen. Als hij nou eens eentje was geweest, had hij van mij gewoon een kogel in zijn achterhoofd gekregen. Doe jij die deur eens even open, Henk. Zijn we nou in de kroeg? Als dat zo is, wil ik graag een driedubbele whisky on the rocks. Hey, wil jij ook een kogel? Zo zie ik het graag. Een beleefd mevrouwtje dat mij een drankje aanbiedt. Wauw, jij hebt echt een supercoole muts. Check hoe goed hij bij de rest van de kleren staat. Yup, Kenway, that's my name. Hij zit alleen maar extra klussen aan te nemen. Ja, 6 bier, want ik heb dorst. Gaat hij nou echt serieus die biertjes fixen? Of niet? Volg Charles Lee. Nou, kijk wat hij te melden heeft. Charles die loopt graag vooruit. Hij is een beetje een leiderstypetje, hè? Die andere is meer een volger. Hij loopt de keurig netjes achteraan. Wie is hij? Hij heeft ook al zo'n supercoole snor.
Alle hoofdrolspelers hebben een supercoole snor, afgezien van de hoofdrolspeler zelf. Maar. Hoi. Good lad. If a bit earnest. Ja hoor, hij doet zijn best. I'm told you're putting together an expedition. Aha, en ik mag het weer helemaal zelf oplossen. Er is niemand die mij komt helpen. Sadly, my research has been stolen. Waarom jatten ze alles in deze stad? Kan er dan niemand zijn spullen gewoon normaal bewaken? Serious? Kom een dronkenlap naar boven, zag je dat? Een dronken vent, die moest je even aan de kant gooien. Well, tell me where I can find him. I'll see if I can't speed things up. We've heard rumors of bandits operating from a compound southwest of here. Ah, die bandieten hebben al die zooi gestolen. Misschien dat ze ook die pagina's uit het boek gejat hebben. Dat zou nou typisch iets voor die bandieten zijn. Of course. Ja hoor, we smeren hem weer. We zijn net 3 seconden in deze kroeg, man. Je hebt je bier nog niet eens op. Weet je wat wij gaan doen, Vaco Gamers? We gaan lekker ons biertje opdrinken en dan gaan we de volgende keer weer verder op Dus David Games. In het weekend, komende weekend, dus het volgende weekend, zien jullie weer 2 afleveringen van Assassin's Creed nummer 3 hier op Vaco Games. En de rest van de week op Dus David Games, zoals gezegd. Vergeet het groene duimpje niet. Vergeet niet te abonneren op Vaco Games als je dat nog niet gedaan hebt. En dan zeg ik voor nu, bedankt voor het kijken. En tot de volgende keer bij meer Assassin's Creed nummer 3. Mazzel!